Hein van Asbroek, met het zicht op de wedstrijd van volgende week, toch nog even terugblikken naar vorige week zaterdag. 2-0 tegen Oostende thuis, hoe kijk je daarop terug? Tevreden. Als je 3 punten kunt houden thuis, dan is de opdracht volbracht. Dus, ik denk dat er goede dingen zaten in die wedstrijd. Ik denk ook dat er wel wat mindere dingen zaten. Op het einde nog wel wat te veel kansen weggegeven, vond ik. Een beetje onoplettendheid, maar oké, Kiet was paraat. Dus dat is wel goed om vast te stellen dat hij toch stilaan zijn beste niveau terugvindt. Nu dit weekend op Cercle Brugge. Cercle heeft natuurlijk de laatste 3 matchen wel heel goed gespeeld. Hè. Ik geloof dat ze 9-9 hebben, als ik me niet vergis. Dus we gaan naar een zeer sterk gemotiveerde tegenstander. Hè. Ja, maar ook dat is hetzelfde, denk ik. Spelers, ploegen die veel punten pakken, die hebben wat meer vertrouwen dan anderen. Maar motivatie blijft hetzelfde. Ik denk dat ploegen die punten nodig hebben ook heel gemotiveerd zijn. We zijn naar Mons gegaan. Ja, dat was voor hen een beetje de match die zij wilden winnen. En om terug toch weer aansluiting te kunnen krijgen. Dus dat was zeker niet makkelijk. We hebben die kunnen winnen. Nu gaan we naar een ploeg, Cercle Brugge, die comfortabel zit. Die 8e staat. Die een 11 op 15 heeft neergezet. 5 matchen niet meer verloren. Dus ja, daar zit wel wat vertrouwen in. Maar dat is bij ons ook aanwezig. Ik denk dat wij 15 op 18 halen, dus dat is nog beter. Het zal niet makkelijk zijn. Weersomstandigheden gaan ook een rol spelen. Moeilijk veld, niet ideaal, niet het beste veld, verre van. En waarschijnlijk regen en wind, al heel de week regen, dus het zal heel zwaar liggen ook. Cercle is natuurlijk de laatste in een hele lange reeks van veel matchen op elkaar. Dan hebben we natuurlijk even die vrije tijd. Toch even wat tijd om terug op onze positieve te komen. Cercle is oké. De eerste match nu van een dubbele verplaatsing die we voor de boeg hebben. Dus we zijn bezig aan een moeilijk parcours. Hè. We hebben 2 verplaatsingen aan elkaar gehad. Met Mons, met Genk. Dan 1 thuiswedstrijd tegen Oostende. En nu resten er ons nog die 2 verplaatsingen. De laatste van de heenronde. En dan de eerste van de terugronde. Ook terug op verplaatsing. En we moeten nu proberen van in die 2 komende weken ook op verplaatsing terug punten te sprokkelen. En, we moeten proberen van de eerste tal op Cercle Brugge een goed resultaat neer te zetten. En dan binnen 2 weken naar Leuven. Is een coach in een vrij weekend ook nog altijd bezig met voetbal? Ja, want dan gaat hij naar andere matchen zien. Hè. Dan gaat hij naar tweede klasse de match gaan bekijken. Of je zit altijd bezig. Dus wat dat betreft is het aangenamer om speler te zijn dan om trainer te zijn. Ik herinner mij toen ik speler was dat je toch veel meer tijd hebt als speler. Alhoewel ik toen ook al wel dingen volgde. Maar dan zat er wat meer tijd in om nog wat extra te doen. Ik ging ook heel veel tennissen en zo. En dan deed ik nog andere sporten. Dus nu is dat een stuk moeilijker. Omdat je toch met heel veel dingen daar rond ook bezig bent. Ik zelf nog ook heel veel analysewerk doe. Dus dat vergt enorm veel tijd. Maar het loont wel, hè? Zolang dat de resultaten komen, dan is het wel plezant uiteraard. Maar oké, zelfs als het wat minder loopt, dan doe je dat ook. Dus, maar dan is het inderdaad wat zuurder. En vooral het feit dat de resultaten dan niet volgen, dat maakt het voor iedere trainer dan moeilijker. Als je ziet hoeveel mensen ieder jaar op straat komen te staan. Dat zijn niet mensen die minder goed werken hè, of minder hard werken. Er zit wel een verschil in waarschijnlijk. De ene doet al wat meer dan de andere. Uiteindelijk wordt dat wel wat gefilterd door de clubs ook. En kijk, men dag vandaag toch ook wel naar trainers die er echt wel vol voor gaan.